7 8 9 10 Wie niet weg is is gezien. Verstoppertje was altijd mijn favoriete kinderspel. Jezelf in een zo klein mogelijk ruimte stoppen zodat niemand je kan zien. Maar tegenwoordig is verstoppertje geen spel meer. Je wil zo min mogelijk ruimte innemen omdat er maar heel weinig te veel is. Nu verstoppen wij ons lichaam omdat we bang zijn voor opmerkingen. Jongeren van over de hele wereld doen mee aan dit spel. Ze verstoppen zich achter te grote truien, achter een glimlach of achter ingehouden adem. Volgens schattingen van het Amsterdams UMC zijn er zo'n 200.000 Nederlanders die rondlopen met een eetstoornis. En sinds corona is niet alleen het aantal nieuwe gevallen, maar ook het aantal terugvallen drastisch toegenomen. Dit is niet meer het meisje op tv. Dit is niet meer je zusje, dit is, maar dit zijn jouw beste vrienden, je zusje of je neefje. En dat komt zeker door de magazines waar de dunne modellen lichamen op worden gedrukt, of de social media posts die tot aan het bot bewerkt zijn. Maar denk ook aan de plus size modellen die een meer herkenbaar lichaam hebben. De wereld wordt verdeeld in dun en dik, mooi en lelijk, maar nooit gewoon in mens. En mens. Alle jongeren die dag in dag uit verstoppertjes spelen, die hebben dat te danken aan iedereen in deze kamer. Ook aan mij. Want ik lachte ongemakkelijk toen vrienden van mij iemand vet shameden En ik hield mijn mond toen een jongen uit mijn klas zei dat iemand lelijker is geworden. Ik zwijg als het gaf en ik verstop me achter een oordeel. En ik wacht. En een vriendin van mij die wachtte. toen ze trillend met littekens op haar arm. aan de telefoon met 113: Wij komen zo bij u hoorde. Het meisje op het verjaardagsfeest dat wacht tot de gedachten eindelijk voorbij gaan terwijl ze ziek boven het toilet hangt. Iedereen wacht. Maar het leven is geen verstoppertje. Verstoppen is niet verplicht. Dus neem een stap naar voren. Adem in, adem uit. Stap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Want al ben je liever weg, jij verdient te worden gezien.